Eindelijk is het zover, jongens. We gaan weer dik vuurwerk afsteken. En veel ook. Ik ga jullie zo meteen precies laten zien wat we allemaal hebben gehaald. Alles wat hier beneden ligt, komt allemaal van Zena. Die gaan we zo meteen allemaal afsteken, waaronder meerdere matten. En we hebben een aantal mooie locaties waarin we die matten in de boom kunnen hangen. En ik denk dat dat wel een mooi effect geeft, toch? Ja, zeker. Dus misschien in die boom daar zo of zo. Ik heb natuurlijk nog wat, jongens, voor jullie. Want het is weer tijd om aanstekers weg te geven. Stoken in gaat binnenkort beginnen. Maar voor nu, My Plasma. Kijk, en ik ben fan van deze, ik zeg je eerlijk. Goudzwart. Heb ik voor jullie. Hier staat een kortingscode voor degenen die er heel snel bij zijn, want die is al heel snel weg. En hier staat ook een kortingscode. De een is 15% en de ander is 10%. Dus mocht je ook zo'n aansteker willen, linkje staat in de beschrijving mochten jullie hem willen. En volg even My Plasma op Instagram, want er komt weer een giveaway aan. Een samenwerking tussen My Plasma en Pyroteam Delft. Dus dat is altijd handig trouwens. Daar ben jij heel erg fan van, hoorde ik. Van de pyro stick. Ja, de stick. Die hebben we ook weer. En het grappige is, we hebben die al heel veel gebruikt. Want hij is zwart. Maar hij doet het nog steeds. En dat is gewoon een bewijs dat hij gewoon... Heel vaak gaan die gasaanstekers maar weigeren. En zo. Ja, hier. Hij doet het nog perfect. Je moet het wel even schoonmaken, man. Maar ik neem jullie eerst mee naar wat we precies hebben. De Hindoe-rol. Was volgens mij, hoeveel euro? 40 of zo? Ja, ik weet het niet. Maar die had ik nog niet gehad. Waarom weet ik niet, maar ik dacht van ik moet die wel echt nemen. En de grotere versie. Die was van mij 50 of 60 of zo. Maar die is wel lichter. Ja. Hoe heet deze ook weer? Holle knalletjes. Staat erop toch? Nee. Celebration Cracker 0,5 inch. Gaan we ook uitrollen en mooi in de boom hangen, denk ik. En voor de rest heel veel losse knallers, jongen. Pak het er eens bij. Trueno 20. Hier, maak ze open dan. Nummer 3. Ik hoor al vuurwerk op de achtergrond. Nee, het zijn vogels. Kijk, zo zien ze eruit. Wordt kruidgelek. Zit hier mooi in een verpakking. Daar hebben we er 20 van. Gaan we ook zo meteen allemaal afsteken. Ja, voor de rest, Zena Toro. Iedereen kent ze wel. 10 stuks in een doosje. Ga ik niet allemaal laten zien. Gewoon een beetje de mammot eigenlijk. Ja. Zena Nietjes. 20 stuks. Zena Nitraat. 20 stuks. En hier natuurlijk ook wat matten. En deze? Deze gaan wel echt lekker, man. Deze. Ja, ik ben benieuwd. Ja, en hier allemaal van die kleine knalletjes. Die zijn nieuw. Red Salute, die is nieuw inderdaad. Staat nog niet echt op de site hoe die eruit ziet, maar we zullen vanzelf het effect zien. Color Bang. Ook lachen. Biting Piranha, iedereen kent ze wel. Die Ruben kent ze ook. Zena Trueno nummer 4. En ik moet je zeggen, ik heb ze al eerder gehad. Verschil tussen 3 en 4. Is niet heel, man. Ja, is minimaal. Dus, maar dat gaan we zo meteen ook weer horen op beeld. Kijken. Ja, hier ben ik benieuwd naar. De Chainsaw Lobster. Ja. Wat zou dat zijn? Wat zeiden ze ook alweer? Ja, ik weet niet. Dat het hard gaat of zo. Ja, kort formaat. Dat die hard gaat, ja. En hier de Pistol Shrimp. Nou, ook lachen. En we hebben gewoon de zeeschotels. Deze ook, deze kerel. Dit is een Roman Candle. En we hebben een pianootje. Waar de lont zit, weet ik niet. Maar daar komen we zo meteen wel achter. Desnoods gaan we er muziek op maken. Ja. Nou jongens, de eerste hangt. De tweede ook trouwens. Maar deze gaan we zo doen. Gelukkig heeft het wel geregend. Dat alles nat is. Ja. Dit was de Hindoe, hè? Nee, dit is de... Oh ja, dit was de Celebration 0,5 inch. Dat weet je goed. En nou, die... De Hindoe, die hebben we in een boom gehangen en die hangt voor zo lang nog. Want die is daar aan het einde een beetje kapot, maar altijd lachen, man. De slingers hangen al voor je verjaardag. Hij gaat aan. Gaat hij snel, denk je?
Fijne verjaardag. Echt ziek was die man. Ja man. Een rode mat hebben we hier uitgelegd, jongen. Pianomat. Nou. Die gaat open. En dan zit er een stuk in. Een lekker stukje piano spelen, toch? Yes. Oh, verkeerde kant. Kut. Hebben we die plasma nog? Vast wel. Waar de fuck moet ik hem aan? Oh. Tsch. Pianootje. Kleintje. Maar altijd lachen. Ja, dat was het al. Trueno nummer 4. Oeh, die gooien wel ver, man. Maar die zijn wel goed. Zie je? Lachen. Nog een paar doen. Extra kringetje. Ja, gewoon door blijven stoken, man. Ook goed. Stooksessietje. Het zijn goede knallers, man. Wat dichtbij deze. Dit was nummer 4, toch? Ja. Moet je dan eentje bewaren voor de vergelijking met de nummer 3? Nou, hoeft niet, joh. Stook maar. Tril. Adrenaline. Nee joh. Doe die andere ook maar, man. Was dit het? Yes? Ja, ga maar. Kijk dan, dat is lekker. Mooie lopen. Ja, snap je? Zo, hoor je dat? Pik. Zo, die is dichtbij, jongen. Oh nee, deze is wel zachter, man. Nummer 3. Hij is wel zachter. Hier, pak eens even uit deze linkerzak die nummer 4 en doen we hem eens met de nummer 3 erbij. Pak die nummer 3 erbij. Heb ik niet. Nummer 4. Die gaat over het verschil. Ja, die gaan wel harder, man. Overduidelijk. Stoken. Ah, die nummer 4 gaan we harder, hè? Ja, zeker. En hoe? Stoken! Ja, heksenkringetjes erover doen. Dat is wel lachen. Kan. Huh? Dat hoorde niet, hè? Nee, dat is een ploffer. Je bent gek. Blablabla. Wat hebben we nog meer in de tassie, jongen? Een tassie, wat is leuk. Nietjes. Deze collarbang? Ja man, doe maar. Collarbangetjes. Zo. Wacht, wat? Een verpakking in een verpakking? Oh. Het zijn er 2, man. I get it. Moet torch? Ja. Ik heb hem hier, man. Kom maar hier met die torch. Wat voor... Hier, dan steek jij ze gewoon aan de hele tijd. Colorbang. Ik ben benieuwd naar deze. Oh. Valt mee. Wow. Hier?
Nog even voor dat mond van die crepe fixen. Le crepe. Pannenkoek. Wel een mooie vlam, maar... Ja, daar heb je niet zoveel aan. Stoker? Yep. Ja, wacht. Ik kan echt niet... Gooi die kam maar op, ja? Ja, wacht. Zo! Ja, maar weet je wat het is? Bij die dingen is het gevaarlijk, weet je? Ja. Als ik een paar wegschieten. Ja, daarom nam ik al afstand. We hebben nog een mat, jongens. Ja, ja. 0,3 inch celebration cracker. Wil je die gewoon in één keer aansteken of zo? Tuurlijk. Aansteken, wegwezen. Sorry, dat mond. Heb jij die dinges nog? Wat? Die gouden, ja, hè? Gouden? Oh ja, man. Boom. Yes, geef maar, man. Hier. Zo van die traten dat we er wat bij doen, jongens. Ja, en eentje met geen lont. Dus, Oké, nou die kan je weggooien. Ja. Nou, dan gaan we die zo even afsteken. Krijg jij van mij de Golden Dragon? Oh, dat vind ik wel leuk. Moeten we wel wegwezen, want dit schiet alle kanten op natuurlijk nu, hè? Ja, dat is kut. Oh, die oude verpakking nog. Ja, kijk er. Ja, toch? Oeh, ja. Nou, eind 2. Weg ermee. Wat gaan we doen met deze, man? Flashing erbij. Oeh. Is er? Niks. Waar is die andere? Uit. Gooi er nog één dan? Ja, tuurlijk. Oh shit. Die weigerde. Oh ja. Filminterceptie. Oh. Ja, pas op voor de gips, vriend. Ja, hier is het gips in, hè? Ja, maar die wijst nu naar jou. Gekke, dat lont is raar. Ja. Drie. Waar is die derde dan? 1 op de 3 weiger dus. Ja, ja, dat is wel jammer. Maar ja, ik kan niks aan doen. Oh, pas op. Gips. Ja, toe. Oh, daar. Hoor je dat? Oh, nu gaat hij pas. Ah, joh. Gips. Of toen laat, hè? Ja, iets te veel vertraging. Wat gaan we nu nemen? Ik weet het, man. Ja, doe die maar. Hier, hij is vast. Pistol shrimp. Hij staat nog wel aan. Ga jij doen? Ja, prima. Moet ik stoken? Je hoort vuurwerk, hè? Pistol shrimp. Oké. Dat is open wel. Volgens mij is het nieuw bij Zena, want ik heb deze nog niet eerder voorbij zien komen. Nee, hè? Zeker? Maar ik denk niet dat het heel speciaal is of zo. Nee. Nou, maar we gaan testen, toch? We stoken er even wat. Ik vind die aansteker toch wel ziek, hoor, eigenlijk. Die zwart-gouden, ja, hè? Ja, dat is niks. Valt mee. Oh, het valt echt mee, man. Ja. Die we net aan het begin deden, die waren ziek. Nummer 3 en 4. Vooral 4. Oh, dichterbij.
Zo, wat liet je daar vallen dan? Maar aansteker, hè? Ik krijg het er gewoon warm van, joh. Oeh. Ja, we zitten wel non-stop te stoken hier, gek, in het buitenland. Lekker. Lachen? Oh ja. Ja, ik weet echt niet wat de fuck dit is. Lobster. Is ook weer nieuw. Die scheen ook nog heel goed te gaan, hè? Ben benieuwd. Oh. Nou, ik... Flashing. Zo, een stuk gips. Ja, dat zeg ik al de hele dag. Dat je daarvoor moet oppassen. 1,8 gram, maar... Nee, ach, ja. Oh ja. Maar ook een deel in die flash, toch? Flashing. Ja. Oh, gips, pas op. Ja, tegen mijn broek aan. Ik zei het je nog, hè. Ik zei het je nog. Ja. Oh, pas op, gips. Dichtbij. Pas op. Zo. Ja, dat gips dat pleurt om me heen, gek. Andere kantje op. Even dat crepje eraf halen. Dat is dus het enige wat ik dus altijd goed vind. Crap? Le crack. Crap met chocola. Ja, maar. Le Claire. Twee tegelijk. Doe het niet na. Absoluut niet. Die... Kerstballen. Je wordt mijn kogel gek. Tegelijk gek. Hè? Huh? Tegelijk. Ook niet heel gek, maar mooi getimed. Volgende geschud uit de tas. Ja, wat... Kies maar. Hoor je? Bijting piranha's. Ja, zeg het maar, ouwe. Ja, doe maar wat jij wil, man. Als een baksteen naar beneden. Ja, dit heb ik ook allemaal nog nooit gehad, joh. Nee? Ja, hier. Ze zijn wel wat kleiner dan vroeger. Ja. Oh, grotere. Dit zijn de... Wat is dit? Weet ik het. Evil Barracuda. Is het allemaal aan elkaar vast, joh? Wat is dit? Ben benieuwd. Ja, ik, een ver, ik heb die ook nog niet gehad, deze nieuwe. Okay. Met crackling, jongen. Lachen. Oh, dat valt echt wel mee. Hier. Oh ja, we hadden ook nog deze, hè? Dit zijn de bijtingpiranha's. Oh ja, die heb ik wel een keer gehad. Ja, die waren vorig jaar. Oh ja, jongens, we ruimen sowieso alle troep op. Zeker. We hebben een tas daarmee gekregen, dus... Oh, deze zien er wel goed uit. Ja, steek ze af, zou ik zeggen. Oh. Ben benieuwd. Oh, gips. Vloog er weer een stuk naar je, hè? Nou. Hier, wilde je dit even doen? Ja? Wat dan? Alles bij elkaar. Kan je doen. Dus, dan hebben we de Evil Barracuda, Chainsaw Lobster. Doe maar. Pistol Shrimp en een Biting Piranha. En dan gaan we eventjes mooi aan elkaar zetten. Dan moeten we al wegwijzen. Kijk uit en doe het niet thuis na. Gast. Gips! Die laatste? Is die gewoon niet afgegaan? Nee, man. En niks crackling of zo. Ja, deze vind ik toch wel leuk. Piranha's? Ja. Die zijn wel lachen. Ja, die zijn goed hoor. Maar weer met klote gips, jongen. Oh, nog een keer. Kut. Of is die uit? Ja, die is uit. Oh. Kijk, man. Gewoon doorgaan, man. Oh, pas op. Gas, zo dichtbij, gek.
werpen gek. Achter die tas. Hey. Gelukkig hebben ze opgeladen. Ja. Zo. Blijf doorgaan, doorsteken. Oei. Nee, maar kijk uit voor dat gips, man. Ja, er zit geen gips in. Hier zit geen gips in voor mij.